De vijfde wedstrijd in de voetbalcompetitie was FT Antwerpen en Malle Beerse die in een onvervalste derby elkaar recht in de ogen zagen en er een waar spektakelstuk van maakten. Het zijn de bezoekers die op 0-1 komen, genaamd Amajou. De thuisploeg herpakt zich dan snel van deze opdoffer en het is Neze die de 1-1 op een presenteerblaadje aangeboden krijgt via Bouzambou. Hamza Zaaf, een van de in vorm verkerende spelers, laat zijn kunnen zien. Alles en iedereen op het verkeerde been, het staat 2-1. Nog voor de rust kan de thuisploeg dan op 3-1 komen, Neze met de 1-2 en we hebben meteen de ruststand. Malle is echter niet onder de indruk en gaat er in de tweede helft vol voor. Ze maken de aansluitingstreffer 3-2, maar FT Antwerpen schiet dan net op tijd wakker en kan via Yachou naar 4-2 gaan. Daily kan dan voor Malle nog terug de aansluitingstreffer maken, 4-3. Maar Malle heeft misschien al zijn beste pijlen verschoten in het warme rooi. En wanneer Neze achter een bijna onhoudbare bal gaat, bereikt hij Bouzambou, die de 5-3 kan binnentikken. Nog is het echter niet gedaan, want wanneer Malle in de aanval is en Zaaf de bal kan onderscheppen, bedient hij Ali Bouri die de 6-3 tegen de netten knalt. En in de slotseconde tekent de hardwerkende Bouzambou nog op magistrale wijze voor de 7-3 eindscore. En zo mag FT Antwerpen op de komende speeldag afreizen naar de vrienden van Hallegooi voor de eerste topper in de voetbalcompetitie. Malle Beerse mag het in eigen huis vol proberen om voor de 3 punten te gaan tegen promovendus Meeuwen. Ik zou de beelden eens moeten terugzien, maar ik had zo toch wel het gevoel langs de lijn dat wij ook heel wat kansen gecreëerd hebben. We hadden alleen elke keer de pech dat als we terug dichter kwamen, dat we nooit niet effectief op gelijke hoogte zijn gekomen. En ja, oké, dan vind ik nog altijd dat we verdedigend de goalen te gemakkelijk hebben weggegeven. We hebben tot de laatste 5 minuten wedstrijd gehad en dat is ook al positief. We hebben een hoop kansen gecreëerd, dat is ook positief. Dus dan moeten we op verder bouwen naar de komende weken toe. Alleen moeten we wel zien dat we verdedigend toch wel iets meer gaan brengen. Bloed, zweet en tranen, ja, het was een moeilijke wedstrijd. Een derby, Malle tegen Antwerpen. Ik denk dat Malle goed naar hier was goed toegekomen. Een beetje inzakkend, loerend op de counter. Ze hebben het ons toch in het begin van de wedstrijd moeilijk gemaakt. Maar ik denk al bij al op het einde dat we de fysiek toch iets sterker uit de hoek zijn gekomen en zo het overwicht hebben genomen.